gescoord. Te vroeg. Ja, begin maar. Je mag beginnen, ik draai hoor. Ik werd ook een beetje ziek van die scheetjes van jou. Ik laat geen scheetjes, alleen maar bloemetjes. Ja, zijn we in Wenen. Er ligt sneeuw, maar ik ga jullie echt even ons zieke penthouse appartement laten zien. Heeft Koen uitgezocht, heel goed gedaan. Via Airbnb en het is echt serieus zo mooi. Kijk, komt ie. Dit is dus een soort vide. Kijk hoe heerlijk. Alle gordijnen zitten nog dicht, want we hebben gisteren helemaal niks gedaan toen we hier kwamen. Ik kom eens aan de douche. Kijk, en er ligt sneeuw. We hebben gewoon een tuin met kano's. Dat kunnen we dan weer niet doen, kanoën. Kijk, en ik heb al lekker ontbijtje gehaald. Bananen en... Hou het kort, hè? Nutella. Ik moet het kort houden, dus doei. Morgen. Buongiorno. Oh nee. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is onze prachtige loft, de keukenprinses. Buongiorno, principessa. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Je ziet alweer dat ze half Duits is. Hier wordt nog een klein beetje gewerkt. Moet gebeuren, moet kunnen. Sneeuw buiten. Ho, ho. En dit is, ja, dit is allemaal al gelaten zien, hè, door de dame. Prachtig. Hier zijn we dus. Oh, lekker geroosterd broodje. Lekker, hè? Toast. Met Nutella. Ciao, lievelings. Oh, dit is toch ook lekker, jongens. Oké, okay. Ready? Ready. Steady. Om de kou te trotseren. Kom! Hij schrok me dood. Oh, het is goed. Überkehren? 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 Überkehren, ja? Überkehren. Hup, 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 hup. Hup, hup. Zo, dit is wel timing. Schön. Zelf opmaken. Tjonge, jongen. Van een pauperland, zeg. Mag ik naast je komen zitten? Gezellig. Nee, oef. Oké. Okay. Weet je, wat gaan we doen? We gaan naar het reuzenrad. We gaan naar het reuzenrad. We willen heel graag naar het reuzenrad. Ja. Maar we weten even niet zo goed waar we moeten uitstappen. En ik ben er eigenlijk. Deze twee dagen al een hele leuke reis gehad. Maar het lukt me niet om dit op te voegen. Dus soms de Google Maps toch nog. Zijn grootste vriend. Ja. Dat was niet eerlijk. Waar was nog even snel? Och, wat een plaatje zo zeg. Weinig mensen op de fiets. Dat is toch een groot verschil met Amsterdam. En daar is die dan. De grote jongen. Hoe noemen we deze jongen? Isenrad. Oh. Doet me een beetje denken aan het moment dat we in Parijs waren. Dat we de Eiffeltoren aan het zoeken waren. En dat we die hele hoge gebouwen. En dan zo die Eiffeltoren ertussen. Dat je zei... Houd kort, hè? Kijk. Dat was het. Einde. Mand. Mand. Toren. Toren. Weet je wat ook leuk is? We hebben dit park naar jou vernoemd. Oh, dat is niet eerlijk. Kijk nou, wat een gezelligheid hier. Recorder gedrukt. Niet waar. Het heeft een beetje Efteling gevoel, maar dan op zijn kerst. Winter Efteling. Wiener Riesenrad. Zo, gezellig met andere mensen. In een grote container. Tja, waarom doen we dit ook alweer? Kunnen we over de hele stad kijken. Oh ja, dat is wel leuk. Impressions. We gaan vandaag gewoon lekker door Wenen waggelen, vreten. Papa, is dit waar?
eten. Overhemd kopen voor jou. Kanen. Kanen. Stouwen. Duwen. Genieten van een bloemaantje. Precies. Oh, we draaien al. Oh. Dit is Wenen, jongens en meisjes. Ja, ze vinden het ook grappig. Wat me wel echt opvalt, kijk, ik ben natuurlijk net in New York geweest. Er zijn hier zo weinig flatgebouwen en ja, we zijn op de top. Mooier wordt het niet. Prachtig hoor. Genieten. Ja, dit is de andere kant van de stad. Ja, het is niet veel mooier. Ik moet heel eerlijk zeggen, van boven vind ik het niet de meest spectaculaire stad hoor. Hier vragen ze dan 10 euro voor dit uitzicht. Niet zo negatief, helemaal niet leuk. Oh, kijk, het zijn schitterende gebouwen. Het is heerlijk om door deze stad te lopen, maar ik vind het van boven niet spectaculair. Leuk. Wat is er leuk aan dan nu? Ja? Nou, dat was leuk hè. Ik vond het mooi. Ja, nu gaan we iets doen. Daar gaan we het eens over hebben. Maandag in Wenen. Ik denk dat er niemand anders is om tegen te botsen. Het wordt de meest treurige scène ooit uit een van onze afleveringen. Dit wordt heel pittig hoor. De tegenstand is hevig. De concurrentie is moordend. Bots! Jeez. Jeez. Ook. Hij denkt, ze hebben concurrentie nodig. Oh. Oh. Ongeluk! File! Maar dit gaat serieus nog best hard, hè? Hoe doen kinderen van 4 jaar dit? Ja, die rammen elkaar helemaal in. Ik snap soms echt niet waarom jij zo hard om dingen kan lachen die echt niet grappig zijn. Nu zijn we hier en we gaan hierheen. Echt center of the city. Ja, jongens. Ik pak ook gewoon af en toe de trap. Hè? Altijd de trap. Altijd. Altijd. Ja. En daar zijn we, Stefansplatz. Het grootste plein van Wenen. Mooie kathedraal weer. Viele Leute. Daar is het kerstmarktje. Hij is hoog, hè? Wat een ding, hè? We hebben dus gisteren over geleerd dat deze helemaal in de fik stond. Nou, helemaal. Nou, flink uitgebrand in ieder geval. Ja, Wenen is gebombardeerd. Gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral door de geallieerden juist. Omdat Wenen voor Hitler heel belangrijk was. Toen hebben ze de kathedraal geplunderd en in de fik gezet. Ja, ze zijn geen bommen op de kathedraal gevallen, maar hij stond wel helemaal te roken. 52 dagen is Wenen gebombardeerd. Elke dag, ja. Ja. In 44, 45 geloof ik. Ja, dit is wel mooi hoor. En wat zo lijp is aan Wenen, dat is Budapest ook. Het is hier natuurlijk heel welvarend geweest eerst. Maar dit soort gebouwen zie je overal. En vanavond hebben we iets chiques, dus we gaan hier eerst een overhemdje scoren voor deze man hier. Vind je dit wel wat voor jou? Nee, hij vindt het niks. Mooi! Geslaagd. We hebben toch weer een shoppinggedeelte, hè? Ja. Moet altijd. Ik ben blij met deze nieuwe camera. Hebben we gekregen van Sony. Ja, dat is een mooi ding. Hij is mooi? Echt fijn, ja. Dat is lief van ze. Dankjewel. Shout-out naar Sony. Wasje? 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 Scores. Te vroeg. Ja, begin maar. Je mag beginnen, ik draai hoor. We hebben een bloemaantje gescoord. Goed zo. Posten? Nee, wacht, ik heb nog het geld. Zo. In deinen Arsch. Arsch. Oh, die man hoorde dat. Ja. Nee, die vindt het niet grappig. Zullen we voetje vrijen? Voetje vrijen. Proost op jou, aarslog. Uniek momentje dit. Hij drinkt nooit. Ik heb warm heel goed. Best lekker, hè? Het is een bijzondere smaak. Ah, oh, ik vind dit gezellig, schatje. Ik geniet van jou, hè? Ik geniet van jou. Niet van jou. Ik geniet echt van jou. Ik geniet ook van jou. Het is mooi om te zien. Oké, ik vind dat we best goed bezig zijn in Wenen. We hebben al in het Reuzenrad gezeten, we hebben botsautootjes gedaan. We hebben al goed met openbaar vervoer ons even door de stad bewogen. We hebben goed. Outfit gescoord voor mij. Jij hebt al wel, alles gaat in één keer. Ja. Ik heb nog wel panties gehaald. Oh ja, ook nog? Ja. Volgende taak, missie, doel is... Keizersmaar.
kom mee. Schmarren, ja hoor. Schmarren. Eet jij dat altijd met jam of met appelmoes? Verschilt een beetje. Ik heb het van dat kersensausje of appelmoes. Allebei wel lekker eigenlijk. Ja, zeker. En dan poedersuiker. Mm. Oh, zo lekker jongens. Deze regelaar is even aan het regelen waar we de beste kaiserschmarren kunnen halen. Dus we krijgen nu de beste tips van de locals. Dus we zullen het zien. Goed gefixt. Jij hebt het goed gefixt. Ja, wat zei die? Zwarte kameel? Ja, zwarte kameel. Je ziet wel hoe koud het is, hè? Zie je dat? Doe dan. Oh, ik hoor het ook. Kan ik ook hartjes? Zien ze niet. Oh. Nog eens. Heel klein beetje zie ik stoom. Zo, wat is dat dan? Wauw, wat is dat? Soepen. Goulash. Goulash? Ah. Lekker zeg. Ja, nou zijn we toch echt weer even in het mooie gedeelte van de stad gekomen. Moet ik jullie toch heel even laten zien. Ik loop pas door, ja? Tada! Loop jij maar vast die Chanel winkel in dan. Eerst kaiserschmarren? Moet ik het eerst verdienen? Laat ik het even tegenhaald. Je doet net of het super kut is. Je wil echt graag weer de Chanel in. Ja? Dat is toch ongelooflijk? Ja. Made it. The Black Camel. Zo'n zwarte kamel. Dit is dus echt weer zo'n typisch steentje. Door een local recommended. Hier hadden ze dus geen kaiserschmarren meer. Dus wat is dan? Typisch Oostenrijks. Een schnitzel. Wienerschnitzel. We dachten we delen er eentje. Want we willen hierna dus alsnog kaiserschmarren eten. Maar we krijgen er gewoon twee. Eet smakelijk, liefie. Zo, en weg is die. Was heerlijk. Ja, cijfer? Een 8. Zo. Voor een schnitzel. Sterk. Lekker buikje vol. Hadden we even nodig, hè? Schnitzels gingen lekker in. Maar nu is het nog steeds tijd voor het echte werk. Tijd voor het toetje. Katasman. Oh, dat is zo lekker, jongens. Kijk, dit bedoelen we. Dit is zo ziek. Echt half Wenen ziet er gewoon zo uit. Kijk hoe mooi die panden zijn, jongens. Het is toch schitterend. Echt net alsof ik mijn ouders hoor praten af en toe. Maar het is toch schitterend. Oh, maar het is echt mooi. Ja, hè? Dit is de Judenplatz. Het Jodenplein. Ja, dit is dus ook lijp. Dat zie je de hele dag door, hè? Ja. Paarden met zo'n koets. Oh. Ja, is goed. Ik zal even kijken. Altijd aan het werk. Ik durf het bijna niet te laten zien, want dan maak ik jullie echt heel jaloers. Ze ruiken het nog niet. Hier was ik echt al de hele dag in. Echt een lijpe tent, hè? Ja. Een beetje een eenvoudige tent. Ze maken hier alleen kaiserschmarren en pannenkoeken. Ja. Lekker. Lekker ben je. En dan is het ineens donker, hè? Ja. Oh, lekker. Kaiserschmarren, dat is echt lekker, hè? Heel lekker. Als je naar Wenen gaat, of naar Oostenrijk überhaupt, ga je wintersporten, eet die kaiserschmarren elke dag. Het is het lekkerste wat er is. We moeten nu langs huis omkleden. Dat wil deze mevrouw vooral. Ja, alsof jij in deze outfit daar naartoe kan. Nee, klopt. Wordt leuk. Wordt vervolgd. Wat een ding, hè? We lopen al hier in de straat, echt een soort villa-wijkje. Lijkt het... Ja, het is een soort villa-wijkje. Nummertje 10. Wie is een bekende voetballer nummer 10? Alle grote vedettes van elk team hebben zo'n beetje nummer 10. Oh. Echt? Ja. Kijk, ons huis. De vedette loft. Nou, welkom. 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 Alles weer netjes op slot. Ja, je weet maar nooit hier. We zaten gisteren in de taxi bij zo'n doorgesnoven gozer uit Duitsland. Hij was eng. Hij had letterlijk 5 jaar vastgezeten vanwege cocaïnesmokkel. Hij vertelde dat hij dan Malibu flessen, waarin Malibu drank in zit, stopte hij helemaal vol met cocaïne. Zat gewoon 5 jaar vast. Zonder grappen. Ja, te lijf, toch? Zo dan. Ongekleed en wel. We zitten in de taxi. We hadden natuurlijk weer geen tijd om thuis nog te filmen. Maar there we are. Dag knapperd. All ready. All set. Ready. Dit is dus de locatie. Wat een gebouw. Oh, wauwawee. Wauwawee. Very nice. You look hot. Ja, jij mag ook wel wezen. Zitten we dan? Lekker soepje eten.
Lekker flesje wijn. Chardonnaytje. Meneer is tevreden. Poeh. Weer lekker gegeten. Oh man. Nu is het tijd voor het concert. Ja. Het is echt, echt mooi hè. We mogen hier eigenlijk niet filmen, maar misschien hier nog wel, maar in de concertzaal denk ik niet. Wat een half uurtje kort en mooi gebeurt. Lopen we er lekker bij. Het is een friemel. Het is een beetje een weekend vol ontmaagding. Alles voor het eerst. Alles voor het eerst. Eerste keer opera, concert. Dus wij dachten, we moeten ook voor de eerste keer samen naar het casino. Met hoeveel komen we eruit, denk je? Ik denk dubbele winst. Dubbele winst? Ja. Oké. A few moments later. Ja jongens, we staan weer buiten. Ging niet best. Ik wilde jullie sowieso al niet aansporen om te gaan gokken ofzo. Maar dit is weer de bevestiging dat je het ook niet moet doen. Toch nog weer een keertje bijgepint ook. Ja, dat is, ja, zo gaat het dan toch ook hè. We hebben één keer op plus 10 gestaan. Oef. Hallo. Ah, het is wel leuk. Zo'n casino is wel echt een leuk sfeertje. Als je wint is het nog net iets leuk uiteraard. Maar het was ook echt serieus echt één van de mooiste casinos waar ik ooit ben geweest. Hoe verdrietig ben jij dat we nu weer moeten gaan? Heel verdrietig. Het was leuk. Wat wordt onze volgende bestemming? Antwerpen. Oh ja, eerst Antwerpen en dan? Wat vinden jullie?